De matief sloot vrijdag voor 12 op 238,75 euro, de koers waarmee eerder al de week werd geëindigd. En na een korte dip weer wat omhoog. Het is vooral de CBOT in Chicago in de VS die omhoog ging: 252,43 omgerekend. De Amerikaanse koers heeft er sinds begin juni nu bijna 30 dollar per ton. Bijgekregen. Um, dat heeft vooral ook te maken met de situatie bij mais en bij soja in de VS. Die koersen zitten behoorlijk in de lift. Uh, dat alles is te wijten aan grote droogte, gebrek aan neerslag in de Midwest, in de Corn Belt. De belangrij het belangrijkste teeltgebied. Um, daar wakkert het vuurtje aan. En uh, vandaag geen beurs trouwens in de VS vanwege een vrije dag. Nou, ook in Europa speelt droogte een rol. De graangewassen in uh, onder andere Frankrijk staan er iets minder goed voor, maar nog altijd wel beter dan een jaar geleden. De graanoogst is inmiddels begonnen, onder andere ook in Oekraïne. Daardoor hebben we binnenkort wat meer beeld over wat de opbrengsten gaan doen. En tot slot is er dan nog uh, ja, veel rumoer rond het verlengen van de graandeal.